welkom bij deze nieuwe vlog alweer. Het is vandaag donderdag 24 oktober 2024. Het is nu 10 uur 26. Ja, ik ben nu onderweg naar een afspraak voor mij. Ik vind het nogal een beetje spannend. Rody gaat zo meteen heel nodig even naar de wc, zodat hij even mij kan bellen. Dat vind ik wel lief van hem. Dus en ik heb daar om 11 uur een afspraak. Dus we gaan het zien hoe dat gaat verlopen. Waar het voor is, dat is EMDR-therapie. Om dus straks, om die kleine, die nog in de buik zit, een goede toekomst en een goede balans te geven. Dus, en omdat ik ook vroeger het een en ander mee heb gemaakt, vind ik dat wel een fijne gedachte. Dus daarom ga ik dus nu ook daar naartoe. En ik ga Ro ook zo even bellen, want die is ook zo richting de WC. Dus jullie gaan het horen hoe het is verlopen en alles. Het is alleen nu en nu nog een intake. Ik heb nou nog niet gelijk een EMDR-therapie, maar het is een intake. Dus ja, we gaan het zien, we gaan het beleven en jullie gaan het horen. En jullie houden het ook nog te goed, wat ik eigenlijk gisteren zou laten zien over wat ik gisteren heb gehaald. Dus die houden jullie vandaag nog te goed van mij.
daar zit ik dan weer in de auto. Het is alweer een paar uren later. Het is nu alweer inmiddels 1:04. Ik wou 6 zeggen, maar het is 16:01. Dus Roos even naar boven om te kijken hoe groot het is. En hij belt mij wel als ik hem moet helpen. Dus ja, we gaan dat even meemaken of hij belt. En anders moet waarschijnlijk een bank plat of dat hij weer even dubbel moet. Het is gewoon weer een mooi kleed waarschijnlijk, hoop ik. Geen idee. Nee. Dus ook dat gaan we weer zien. Hoe en de wat. We gaan het allemaal merken. We gaan het allemaal zien. Ik vind het helemaal best. Dan heb ik dus nu wel gewoon 4 kleden straks in huis. 4. En ik ben eigenlijk helemaal niet van de kleden. Maar als je kleine krijgt, dan wil je wel dat als die kleine straks gaat vallen zo. En mochten we hier nog wonen, dat het valt. En als het valt, dat het zachtjes valt, zeg maar. Dus ja. Dat vind ik wel heel belangrijk. Doe even die even uit. Doe die gewoon ook even uit. Lekker even rust. Daar is ook al Ro. En Ro die gaat bellen als hij mijn hulp nodig heeft. Dus ja, we gaan het meemaken, we gaan het merken. Alleen ik mag Rodus nou niet in beeld brengen, want hij heeft nog zijn werk tenue aan. Dus dat gaan we dan ook niet doen. Dus we gaan het even meemaken of Roos zometeen belt. Het is alweer 3:04, dus. Wel ja, joh. Hè? Wel ja. Kan gewoon allemaal, joh. Kan gewoon allemaal, hè? Kan gewoon. Het kan gewoon allemaal, joh. Oké. Tweede verdieping, lift aanwezig. Gaat dit ook nog tegen mijn app allemaal. Tweede verdieping, lift aanwezig. Dus ik denk wel dat hij dat zelf fixt. Ja, en wat ik dan doe vloerbedekking, maar kleden. Die hangen dus eerst straks over mijn balkon. Die nu al over mijn balkon hangt, die hangt nu al 4 dagen over mijn balkon. Wil ik erin lopen sprayelen. Dus ja, dat is wel lekker. Chill, zeg maar. Dus, en dan als die niet meer... Vies. Oh, kijk. Daar, en daar hebben we Ro. Kijk. Nou, jullie zien ons zo meteen. Kijk dit dan. Lady. Dus niet. Het is net zoals Draki, hè, tegenwoordig, hè. Alleen Draki is het niet, nee. Het is wel lekker warm natuurlijk. Kijk dit. Lady. Weet je wat lekkers? Cookie? Hallo, ik ben hier, hè? Spido. Het ligt lekker, hè? Oh, gaat ze weg. Ja, en ze gaat water drinken, hij schat. Nou, jongens, Roos en eten is ook bijna klaar. Mijn eten is ook klaar. Kijk, fusselie met heel veel groenten en kruiden en alles. Roos eten is ook bijna klaar. En we zijn druk bezig, want het is ook bijna helemaal opgeruimd. Alleen dit moet nog even in een mandje. Ja, komt helemaal goed. Hé, schat, toch? Welke wil je hebben? Ik wil een lepeltje. Bij de pasta wil ik al bijna... Kijk, als het een spaghetti is, dan is dat of met vork en lepel. Maar is het alleen fusli of macaroni dan? En dan is het alleen maar lepeltje. Metalen lepeltje. Als we die hebben, metalen lepeltje. Ja, ergens in de gang. Gang, ja, in de gang. Oh, heb je hem al? Heb je hem al? Oké, dat is mooi. Goed zo. Ja, ken gewoon. Nou, we hebben al heel wat gedaan vandaag. Ja, zeker. En ik laat dat jullie even zien wat er alweer is gedaan vandaag. Ja. Zo te zien eerst, nou ja, deze. Ik vind hem heel mooi. En ook vooral omdat het daar ook al groen in zit.
Maar er is nog meer veranderd. Ja, 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 ja. Top, helemaal goed. Kijk eens. Ja. Alleen eigenlijk wou ik dit ook weer een heel andere kleur hebben, maar... Hey, het maakt niet uit. Het is ook weer zwart en de wagen is ook zwart, dus het breekt wel. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Het is niet helemaal door, zeg maar. Zoals je daar ziet, maar... Het is daar wel weer mooier, zeg maar. Vele malen beter. En het dempt ook gewoon. Ja, je kan nog in principe niks zien aan mij en mijn buikie, maar... Ik ben degelijk zwanger, jongens. Echt wel. Dus, ja... Ja, ja. Haha. Elke keer weer een klein stukje verder. Elke keer weer. Ja. En ik ga nog even gelijk eventjes wat unboxen. Dat is deze leuke pakketje. Deze ga ik even unboxen met jullie gelijk. Ja, ja, ja. Ik heb wat voor Lady gehaald. En dat wil ik eventjes met jullie even laten zien mezelf, hè. Ah, Ro en Ro die komt eraan, dus die kan ook even filmen zo. Kun je even filmen. Want met één hand gaat het een beetje moeilijk. Kijk, Ro die neemt het even over. Kijk. Ja, een beetje juist. Zo. Want dit is namelijk voor Lady, omdat ze namelijk incontinent wordt. Ja. En dan wil ik mijn meisje wel de goede basis geven, dat ze gewoon niet iedere keer zelf schoon hoeft te maken. Geen idee hoe ze dit allemaal willen hoor. Wordt steeds ingewikkelder gemaakt. Mijn god. Doe gewoon normaal, ben je al hek genoeg jongens. Hoe wil je dit in vredesnaam openen? Ja, ik doe het zelf moeilijk. Ik lees niet goed. Kijk hier. Zo kan het ook. Ja, ik doe moeilijk. Ik hou van moeilijk doen. Hoppa, zo, hoeveel wil je er hebben? 4. Het is wel weer mooi groen. Het is wel weer mooi groen. Maar dit is dus een luier. Voor een hond die dus incontinent is. En dit kun je dus ook weer wassen. Dus, en dit is voor vrouwtjes. Ik weet niet hoe ze dat gaat leuk vinden, maar we gaan het testen. Lady! Ik zou zeggen, doe even een stukje was erbij. Lady! Kom eens bij mama. Kom eens bij mama, Lady. Daar ben je. Kom eens, Lady. Lady, kom eens bij mama. Kom eens bij mama. Wat is dat? Dat is voor jou. Kom hier, kom. Wachten. Jussie. Wachten. Blauw, ga ze even uit. Nee, nee, is goed. Niet over in beeld. Ga jij kwispelen? Oh, hier. Wachten. Blauw. Nee, nee, nee. Niet met je neus erop, zo kan ik het niet zien. Oh ja, dat. Daar ging niet doen. Zo, dame, je krijgt een luier om. Ja, dan zit je naar zielig bij te kijken. Ja. Ze vindt het helemaal niks, dat weet ik. Zo, hè, meid. Hé, hey, het is wel beter voor je. Zo, luiertje om, schat. Ga maar lopen. Ga maar lopen, is goed voor jou. Een stukje worst misschien. Nee, is goed. Ga maar lopen, ga maar lopen. Ja, wil je. Hé. Hé, wat ga je allemaal doen dan? Het is me doorlopen. Hé, hey, kom eens. Het is me doorlopen. Hi, Leed. Dat is heel erg onwennig. Ja, dat maakt niet uit. Kom maar, Leed, kom eens hier. Het is normaal. Dit is heel normaal. Dat ze even gaan snuffelen. Dit is heel normaal. Hé, Leed, kom eens hier. Oh, Lady. En Lady, kom
koffertje. Lady. Crystal. Die staat gewoon op normaal Crystal, ook meer. Hi, puppy. Ja, Crystal. Ja, wat is dat? En je hoeft het niet meer schoon te maken. Nee. Hey. Niet graven. Hi. Nee, je vindt er nog helemaal niks in. Nee. Hé, Lady. Ja, ga je achter mij aan. Lady, kom hier. Dat begon zeker. Nee, kijk dan hier, hallo. Nee, kijk dan hier. Nee. Lady. Hi. Ja, Crystal. Toch weer wel. Ja, maar je hoeft nou niet schoon te maken, schat. Gaat niet. Hé, hey, hallo. Hoeft niet. Hoeft niet. Klaar. Hoeft niet. Blijf nou lekker omzitten, schat. Blijf er nou lekker omzitten, schat. Allright. Nee, je hoeft nou niet meer, schat. Ja, het is even raar, hè? Een luiertje om. Ja, maar je wordt oud. Lady, je wordt oud. Nou komt ze wel, hoor. Nou komt ze wel, hoor. Deze kant op, schatjes. Dan is die luier geen probleem. Zitten, alle drie. Lady, dat is je lekker. Oh, Lady. Ja hoor, hier, kijk, achter aan. Hey meisje, kom hier. Hey wijfie. Het is weer allemaal, hè? Papmama zijn zo erg veel aan het bezig, hè? Ja. Nou, en dit hebben jullie dus ook nog niet gezien. Deze bank. Ja, we zijn lekker bezig. Ja, kiekeboe, echt wel. Elke dag is er weer verandering. Ja, dan mag papa even. Hoi. Het. Even eerst opruimen. Ja, de. Ja, die kant op. Ik wil ze alle drie eigenlijk even naast elkaar hebben dat ze mijn kant op kijken. Eigenlijk dat ze mijn kant op kijken. Alle drie naast elkaar. Alle drie naast elkaar. Echt strak naast elkaar. Pietje, kom. Zitten. Dit is en dit is een leed. Kom, die kant op. Terug. Je bent niet streng genoeg. Je bent niet streng genoeg. Als je nou eventjes een rondje om gaat lopen. Toe, lopen. En dan. Ho. Rustig. Nee. Zitten. Een stukje terug. Nee. Ro. Wacht heel even. Geduld. Kom eens hier. Mag jij het zo geven? Dames, kom eens hier. Kom eens hier. Niet springen. Let. Kom. Kom eens hier. Deze kant trekken. Kom. Deze kant, rustig. Samen tegelijk. Kom. Rustig. Nee. Kom eens hier. Ah, zitten. Hè? Blijf. Waar ik moet lopen alweer, weet ik niet. Maar oké. Mama, een mooie thumbnail. Mooie foto's. Kijk. Oeh, is een mooie. Hoofd omhoog, lovely. Hoofd omhoog. Nee, daar zitten. Lady, normaal. Beetje. Nee, ze gaat loensen. Geef maar gewoon. Geef maar. Ik heb al hele mooie dingen. Ik heb al heel mooi. Oh, lovely ook. Zachtjes, lovely. Je krijgt genoeg. Ja, en nou heeft Lady dus een luier om. Ja. Hoeven ook niet meer elke dag zo en zo schoon te maken. Scheelt weer. Oh, vanaf mei. Oh ja, lovely. Oh,
Lekker scherp. Oh, lady. Lovely. Je krijgt genoeg. Lady. Lady. Lekker, hè, meid? Nee, maar dan zeg ik, het is nog een beetje overal een bende, maar hey, er moet echt overal eerst een bende komen voordat het opgeruimd wordt. Maar we hebben nu nog 3 kleden, dus we zijn lekker bezig. En dat, hangt dus nu over de balkon en dat gaan we weer even 3 dagen. Twee staan ernaast. Huh? Twee staan ernaast. Ja, dat weet ik, maar... En er hangt 1 grote nu over het balkon heen. Die gaan weer 3 dagen over het balkon heen en dan elke dag even lekker sprayen. Die komt dan hier in de woonkamer en die zegt mega. Wil je die stekker trouwens nog even van de grond afhalen? Ik zie hem in 1 keer. Dat is niet handig, niet. Een stekker op de grond. Nee, die niet. Op de grond. Dat is van de nieuwe. Oh nee, niet. Nou, tja, zo. Dus nee, maar dat zeg ik. Het is, ja, er hangt 1 grote. En dat kan Ro wel vertellen. Vertel. Een grote, lange, brede en helemaal over het balkon. En deze kant op. Ja. En die wordt gesepareerd door 2 andere kleden. Oké. Okay. Die opgerold zijn. Eentje ligt er bovenop, de zwaarte. En de ander staat ernaast om even extra tegengewicht te doen. Ja, en die grote die komt dus hier te liggen. In die lengte, denk ik zo. Ik denk zo. Weet ik niet zeker nog, maar dat je hem helemaal ook doortrekt. Maar dat is breed, hoor. 2 meter breed. Ja, maar ik wil die hebben. Het mag, dan kom je van daar tot daar. Ja. Helemaal. Dat weet ik. Dan mag je alles van de toer afhalen. Nou, eerst gewoon daar bij de bank en dan de bank weer en dan... ja... Hier, dit erop, hè, ja. Dan heb je daar, dan heb je geen laminaat meer dat kan gaan krullen in de zomer. Nee. En krimp in de winter. Nee, precies. Ja. En dan hebben we voor hier eentje. Ja. En dan voor daar eentje eventueel. Die zijn dezelfde kleur, ja. Vorm, ja. Textuur, weet ik het. Mm-hmm, klopt. Duplicaat, zeg maar. Dat is als... deze nog. M-Nax. M-Nax. Ja. Ik zou zeggen, ga maar even M-Nax. Kijken of op deze mooie QR-code. Ja. Dat hebben we dus hier op dit stukje. Ja, maar dat komt allemaal morgen. Wij gaan zo meteen lekker naar bed en alles. Het is nu alweer 11:30 en Rodi moet ook... Ja. Maar Rodi moet ook werken en het wekkertje gaat weer vroeg. En dan ben ik ook wel wakker om die tijd, advies. En dan ben ik 16:30. Ja. Wel nee man, 16:30. Ja. Oh ja, tuurlijk. Huh? Ja. Nee. Ja. Half... Nee, niet 17:30. 5... 8... Zet je hem 16:30 nu? Ja. Oké. Okay. En om 17:00 en om 17:05. Oké, okay, check. Dan moet ik er echt uit. Oké. Wat moet je om wakker te worden namelijk? Ja. Ach ja. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat dus eigenlijk... We zijn druk bezig en het wordt elke dag weer een stukje beter. En soms ben ik gewoon te moe om deze camera te pakken, maar dat weten jullie allemaal. Maar dat maakt allemaal niet uit, jongens. Ik ga wel weer de vlog voor vandaag lekker afsluiten. En morgen, ik heb het vandaag al beloofd, gisteren beloofd. Maar morgen, dan gaat Ro eventjes die vuilniszak even naar boven halen. En dan kan ik even inderdaad wat laten zien wat ik voor 1... flesje droge witte wijn heb kunnen krijgen. Dus dat laat ik jullie morgen even lekker zien. En dan komt het helemaal goed. En dan wil ik wij jullie graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. En wat moeten ze doen? Abonneren, liken, duimpje omhoog. En niet reageren, want dat kan nog voorlopig nog niet. En als je kan reageren, doe dat dan. Ja, precies dat. Dus, hey, tot later. Doei! Daar lig ik dan in bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.